hadden vandaag dus een toertje, Superfast Drivers Club. Het piept wat. Hij piept, ja. Politie. Dik huis, 2 multiplaats. Dat lijkt me wel handig. Leuk gezicht zo. Ik ga een drag race doen. Test met de Cupra. Vliegtuig. We hadden vandaag dus een toertje. Ik ben niet echt gevlogd of zo, want hartstikke druk. Steeds overal naar elke plek toe rijden. Toertje van Superfast Drivers Club. Wat? Hij piept, ja. Weet je hoe je dat piepje niet meer hoort? Moet je hem in zijn P zetten? Nee, dan moet je een beetje gas geven. Nu is piepje weg. Nu is piepje. Oh, nu is hij weer terug. Oké, nu? Ik ben overstapt, jongens. Van de... Hij heeft een goede pad gekozen. Ik lig laag, oké. De gas geven, geen ding. Hallo politie! Nieuw! We zijn net te laat. Ja, het is een leuke auto. Hele leuke auto. Zeker, zeker. Alsjeblieft. Hij is ook op de Nürburgring geweest. Deze doet wel echt pijn in je oren, dus het is vooral verstandig om bij deze wel oortjes in te doen. YouTuber gestopt. Huh?
hours later. Goedemorgen, we zijn weer onderweg naar het volgende evenement, het zeebedrijf. Hier hebben we nog een genieter, die gaat vandaag ook mee. Driftje in de morgen. Is een dag zonder zorgen. Oh, daar gaat hij weer. Het beeld is alleen onscherp. Maar hij doet het even. De auto's zijn gearriveerd op de locatie. Dus we gaan nu even op de route staan. Hier zat Kevin, die heeft nu ook een YouTube kanaal. Ik zal zijn kanaal even in de beschrijving zetten. Abonneer even. Gaan we nu de eerste route filmen. Hey, film mee. Hey, ben jij ook een filmer? Hey. Hey. Een microfoonbox. Microfoonbox. Tik hem aan, ouwe. Deze auto die hier rijdt, het KNF in het kenteken. De eerste supercar waar ik in meereed was vroeger een Audi R8 met het kenteken 81 KNF6. Gekke flashbacks te vroeger. Hè? Ja. Wil je in de buurt of niet? Nee. Ik zei tegen mijn vader, zullen we even een rondje auto spotten? Toen kwam ik dit tegen. Hoe ben je? 11. Oh. Dan moet je nog even wachten op je rijbewijs. Ja. Wat vind je zelf nou de allermooiste auto dat er is? Weet het niet. Ja, alle supercars, Lamborghini en zo, Ferrari. Dat gaat manier, hè? We hebben dit soort onzinnige onzin. Sorry. Ik heb ook flippers in deze wagen. Moet ik even remmen? Waar staat hij? Oh, hij staat dus verderop, joh. Ah, daar, hier rechts. Die groene. Hij is groen! Ja, hij is groen. What the fuck? Dat hebben ze wel slim gedaan. Ja, zie maar je hebt wel mooie flippers inderdaad. Ja, inderdaad. We staan nu op de volgende locatie. Met een mooie Maybach erbij. Ik vind het niet meer echt een echte Maybach. Het is zo Mercedes-achtig geworden, zo mooi, maar het is geen echte Maybach meer. Dat vind ik wel jammer. En daar zie je oude genieter ook. En zijn MX-5 op zijn oude dag. Ja. Hij klinkt best mooi hoor. Ja. Zo voorbij trapt. Hoeveel launch control dan? Ik kom er best vooruit. Ja, Tesla. Vreselijk. Waar zijn we nou onderweg? Naar de tussenlocatie. Naar de tussenlocatie. Lunchlocatie. Lunchlocatie. Een hapje eten. En we hebben allebei ongelooflijk veel honger. En gelukkig is het nog maar 1 minuut. Ja. Dus wij gaan lekker eten. Ja, oké. Even drinken achter water. Nou, we de vorige draaien zo in. Moet je allemaal tegenkomen met het mooie weer. En we gaan nu zelf even de route rijden. Even kijken wat Nick ervan gemaakt heeft. Het is dus een stiltegebied hier. Maar het is een mooie route.
Toch? Ja. Jongens, wat we nu hier tegenkomen is echt niet normaal. Moet je kijken. Moet je kijken. Huis. Twee naast elkaar. Een dik huis, oh, twee multiplaats. Wat wil je nog meer in het leven? En een G-Wagon. Ga door dan. Met het elektrische... Wat een spaceship bouwen. Zo. Heerlijk. Waar zijn we naar onderweg? Waar zijn we naar onderweg? Geen idee, ik denk dat ik mijn verstand ga zoeken. Dat lijkt me wel handig. Oh, dat was een beetje aso, want... Zaten heel veel mensen op het terras daar. Maar haar zit ook echt goed, moet ik zeggen. We zijn weer onderweg naar een filmlocatie. Mooi weertjes. Succes. Dankjewel. Wilt u mij filmen? Dan kom ik een keer voorbij. Dan doe ik net alsof ik bij de tour hoor. Ja, doe je net alsof ik bij de tour hoor. Ja, dan doen we gewoon even dit eruit knippen en dan gaan we regelen. Wat een aso is het toch ook. Hij heeft hem hier achtergelaten, in the middle of nowhere. Gaan we wachten tot de auto's komen. Ja jongens, dit is een ST. Hoe is het leven hier? Ah, grappig. Leuk gezicht zo. Dit was hem alweer voor vandaag, de CB-drive. Ik dacht, ik neem jullie even mee op pad. Even kijken hoe het een beetje gaat. Dus ik ga filmen op de route en dergelijke. Weer mooie video's kunnen maken. Er komt een hele hoop leuks aan binnenkort. Met de MX-5 Turbo, de ST, dit soort dingetjes. Dus ik zou zeggen, als jullie het leuk vinden om te kijken, vergeet het zeker niet even te abonneren. Dan wens ik jullie voor nu een fijne middag, avond, weet ik veel. En dan graag tot de volgende video. Later.